Hallo allemaal, goedemorgen en welkom terug. Ik zit aan de thee, mijn naam is Vidioot en ik ben een diehard fan, een echte fanboy van deze mevrouw. Burgemeester Femke Halsema. De allerleukste, dat is lekker de thee, de allerleukste en allerbeste burgemeester in de hele wijde wereld. Of all time. Het is nu dinsdagochtend, heel erg vroeg. En ik heb heerlijk geslapen. Geldt dat ook voor burgemeester Halsema? Leuke foto's, hè? Dit is het parool. Een uitgebreid interview met Femke Halsema. En dat interview dat verscheen op eerste kerstdag om 7 uur 's morgens. Het artikel is geschreven door Michiel Cousy en Ruben Koops. Het is een afschuwelijk saai interview. Afschuwelijk saai. De meeste vragen die ze stelden, die had ik kunnen beantwoorden. De meeste vragen die ze stelden, had de burgemeester op allerlei andere plaatsen en in het verleden al ruimschoots antwoord opgegeven. Dus het interview bracht ons helemaal niets nieuws. Behalve dan de opening van het interview. De uiteenzetting. De mise en scène. Let op, dit is de opening. Overal slingeren ze rond in de ambtswoning. Schriftjes. Opschrijfboekjes. In de tas in de slaapkamer of op de keukentafel. Altijd binnen handbereik om nachtelijke ideeën of gedachten te bewaren en om te zetten in actie. Althans, als ze de volgende ochtend nog steeds zo goed zijn als ze in de donkere uren leken. Ik lig 's nachts vaak met mezelf te vergaderen, zegt burgemeester Femke Halsema. Er is zoveel aan de hand in zo'n stad. Je moet over zoveel dingen nadenken. Dat ik inmiddels wel 8 schriftjes heb liggen. Dan loop ik 's nachts even naar de keuken om het bij te houden en de gedachten te ordenen. En dan krijg je de 3e paragraaf en dan staat er hier: ze omarmt het ambt zonder reserves. Natuurlijk aan het einde van de dag gaan tassen vol stukken mee naar huis. Ze moet altijd bereikbaar zijn voor grote en kleine crisis. En ze voert verdrietige gesprekken met nabestaanden of andere Amsterdammers die tragische dingen hebben meegemaakt. En toen ik dat las, die eerste paragraaf, dacht ik zoiets van: wat doet dat parool in je tas? Wat doet dat parool in je slaapkamer? En wat doet het parool aan je keukentafel? Ik zou het parool niet in mijn tas willen hebben. Nee, helemaal niet in mijn slaapkamer. En als een parool bij mij aan de keukentafel komt zitten, ja, dan krijg ik geen hap meer door mijn straat. Dus ik vond dat vreemd. Maar goed, blijkbaar heeft de burgemeester geen privacy in het eigen huis. En dan, het tweede wat natuurlijk meteen opvalt is: nachtelijke ideeën, altijd binnen handbereik. Dan krijgen we hier: 's nachts met mezelf vergaderen. 'S nachts naar de keuken, donkere uren, bijhouden en geen reserves en tassen vol stukken mee naar huis. We doen het nog een keer. Nachtelijke ideeën, donkere uren, 's nachts met mezelf vergaderen, 's nachts naar de keuken. Ja, dat is het belangrijkste hier. En ja, god, ik las dat en ik was natuurlijk ook heel erg bezig met deze foto. En het was kerst. Dus ik heb er niet echt heel veel werk van gemaakt toen. Ik heb een spoiler review gedaan van het interview. En het bleef toch aan me knagen. En toen heb ik een video gedaan. En toen heb ik gewoon gezegd: well, I'm calling it. Burgemeester Halsema heeft een slaapstoornis. Ja, en zo, dit is helemaal niet erg. Dit is helemaal niet erg, mevrouw de burgemeester. Een sleep disorder.
En als jij zoekt op sleepdisorder, dan krijg je maar liefst 271 miljoen resultaten. Dat is een beetje meer zoekresultaten dan je krijgt als je zoekt op burgemeester Halsema. Of op de zoon van burgemeester Halsema. Sleeping disorders is een wereldwijd probleem. Als je in het Nederlands op slaapstoornis zoekt, krijg je slechts 88.000 resultaten. Maar dat vind ik nog steeds heel erg veel. En goed opletten, ik zoek hier alleen maar in het Engels. Ja. Er zijn allerlei soorten slaapstoornissen. En wat houdt dat nou in, een slaapstoornis? Nou, gewoon niet goed, gemakkelijk, onafgebroken slapen. Dus te weinig slapen, steeds wakker worden, slapen op gekke tijden of op gekke plekken. En dat is niet goed voor je. Dat is niet goed voor je. Als jij jong bent, zeg even in je 20, en je bent werken en studie aan het combineren en je wil ook nog een beetje feesten en hangen met je vrienden, ja, dan slaap je heel weinig. En waarschijnlijk ook heel slecht. Maar dan ben je jong. Je lichaam kan heel veel meer hebben. Je weerstand kan heel veel meer hebben. En je bent jong. Maar burgemeester Halsema en ik, wij zijn een beetje dezelfde leeftijd. Laten we even zeggen rondom de 50. Dan kan dat lichaam een stuk minder hebben. En als jij rondom de 50 bent, dan heb jij gewoon gezonde nachtrust nodig. Sterker nog, het is mijn mening, ik ben geen arts, ik ben geen specialist. Maar ik beweer dat goed en gezond slapen het allerbelangrijkste is wat er is. Voor je gezondheid. Zijn heel veel mensen zijn heel serieus bezig met hun gezondheid. En die doen dat met wat ze eten. En die doen dat met wat ze drinken. En die doen dat met bewegen. Maar slapen vind ik nog belangrijker. Ik ben ook serieus bezig met mijn gezondheid. Ik denk ook heel goed na over wat ik eet. Ik laat allemaal dingen die slecht voor me zijn voornamelijk staan. Dingen die slecht zijn qua drinken. Laat ik staan. En ik ben inderdaad bezig met gezond bewegen. Maar slaap vind ik nog veel, veel, veel belangrijker dan al die dingen. En in het geval van de burgemeester weten we waarom ze slecht slaapt. Namelijk, ze is 's nachts aan het tobben. Ze is aan het malen in haar hoofd. Over allerlei dingen aan het nadenken. En het is niet faalangst, zo is het niet, maar het is zoiets van, oh shit, dit moet ik opschrijven, want als ik dat niet doe, dan komt er gezeik van, of oh shit, hoe heb ik dat nou kunnen vergeten? Dus het is niet echt faalangst, het is misschien heel hard voor jezelf zijn, weet je, van, ik moet dit doen. De vraag is alleen, moet je dat 's nachts doen? Dan zitten er ook wat obsessieve trekjes tussen, namelijk 8 schriftjes. Dat zegt er echt, ik heb al 8 van die schriftjes liggen. Ja, geen wonder dat je gillend gek wordt. Nou, waarom in godsnaam 8 schriftjes? Nee, heb je er echt 8 nodig? Dat lijkt me zo stug, lijkt me dat. Misschien zijn er 7 vol en werken ze maar aan 1 tegelijkertijd. Daar zou ik me helemaal zorgen maken als jij 8 schriftjes vol bent in 1,5 jaar tijd, burgemeester van Amsterdam. Dat is niet best. En wat ik had beloofd aan de burgemeester was van, nou, dat vind ik zo sneu voor haar. Het is al zo'n afschuwelijke functie. Je betaalt qua stress. Als je de functie vergelijkt, weet je wel, de stress en de ellende die je ervoor hebt. En dat vergelijkt met wat je ervoor krijgt, qua geld. Ja, ik zou die functie niet willen, al zouden ze me $1 miljard geven. Ik heb daar ook een video over gedaan. Ik zou nooit op de nummer de burgemeester van Amsterdam willen zijn. Omdat ik er helemaal aan kapot zou gaan. En inderdaad, wat ik in die video zei was, ik zou kapot gaan omdat ik niet meer zou slapen. En ik zou ook nog eens heel ziek worden. Last van mijn maag krijgen en dat soort dingen.
Dus ik had gezegd van, nou, wat ik ga doen is, ik vind dit zielig, ik vind dit niet om aan te zien. Heel veel collega's van mij, en ik zelf vroeger ook, oh god. Ik zag eruit als een lijk. Wij werkten in een internationaal team. En ja, Hongkong gaat open om 1:30 s'nachts. Australië gaat open om 11 uur 's avond. Die Amerikanen die gaan door tot, weet ik veel, van 2 uur 's middags tot 10 uur 's avond. Islamitische landen, Indonesië, het Midden-Oosten, die zijn open op zondag. Israël is open op zondag. En wij kregen meer werk dan we aankonden. Dus ja, door de week jezelf helemaal kapot werken. Echt dagen van 12 uur. En in het weekend ketchup, weet je wel. Alle dingen die nog niet helemaal af waren. En ik sliep slecht. En heel veel mensen in het team sliepen ook slecht. Een collega die viel in slaap in de lift. Echt waar, stond ik naast. Gewoon, hij was met me aan het praten en bonk. Hij viel gewoon zo tegen de muur van de lift aan. Gewoon oud ging hij min of meer. Maar hij dacht dat hij een hartaanval kreeg. Maar hij kreeg een hartaanval. Hij viel gewoon in slaap, omdat hij liep op heel weinig slaap. En in het geval van de burgemeester ligt die slaapstoornis aan haar werk. Klaar, het valt gewoon niet te ontkennen. Het geeft het zelf ook toe. Dit is wat ik aan het doen ben. ik ben te veel aan het nadenken. Ik ben met mezelf aan het vergaderen, zodat ik me kan voorbereiden op wat ik de volgende dag moet zeggen. En ik ben aan het pennen in die schriftjes, omdat ik, weet ik niet, bang ben, bezorgd ben dat ik iets vergeet. Of omdat ik iets vergeten ben, wat ik dan morgenochtend kan oppakken. Er is geen dromenboekje aan het bijhouden. Of een leuk dagboek. Of gekke gedichtjes aan het schrijven. Of teksten voor een. Ze is ook scenario schrijfster. Ze is ook een filmmaker. Dus ze is niet een of ander soort theaterprogramma aan het schrijven. Dat is leuk om 's nachts te doen. Want dan is het stil. Weet je? Die kinderen liggen in bed. Dan kun je geconcentreerd in je eentje in het donker schrijven. Nee, ze is aan het stressen over dat werk. En ja, goed, je kunt je afvragen op het moment dat je werk ertoe leidt, dat je 1,5 jaar lang slecht slaapt, moet je dat werk dan wel doen? In dit geval ga ik heel egoïstisch zijn, op 2 fronten, namelijk 1, ik niet meer. Ik heb het jarenlang gedaan, maar op een gegeven moment, toen ben ook ik tegen de vlakte gegaan en ik ging tegen de vlakte op kantoor, in het herentoilet. En toen heb ik mijn hoofd bezeerd op de wasbak. En jij bloedde. En ik was even helemaal de draad kwijt. En toen, ja, gaat het wel? En toen zei ik, nou, ik voel me helemaal niet lekker. Maar ik neem me wat koffie. En ik plak hier wat pleister op. En dan ga ik gewoon verder. En toen grepen ze in. Toen zeiden ze, nou, weet je, misschien moet jij even lekker naar huis gaan. En gaan slapen. En toen ben ik naar huis gegaan en thuis gaan werken. Weet je, dus. Maar daarna ben ik wel serieus gaan nadenken over slaapgebrek. En waarom ik er altijd zo wit en slecht uitzag. En ziek. Iedere griep die er over de muur kwam waaien. Iedere griep die heerste. Ik kreeg hem, want ik had helemaal geen weerstand natuurlijk. En ik was gezond aan het eten. En ik was gezond aan het lunchen. En ik was meer dan voldoende aan het bewegen. Ik fietste naar kantoor. En ik woonde buiten Amsterdam met zo'n racefiets. Dus daar lag het niet aan. Het lag echt aan het slaapgebrek. Dus voor mij persoonlijk zeg ik nu op deze leeftijd rondom de 50. Nee, ik zou dat nooit meer doen. Op het moment dat mijn werk ertoe leidt dat ik wakker lig. Dan kap ik met dat werk. Want mijn nachtrust is belangrijker dan mijn werk. Ja, tegelijkertijd ben ik ook een grote egoïst wat burgemeester Halsema betreft. Want ik ben een echte fanboy. Dus zij moet dit werk wel blijven doen. Want ik wil heel graag dat zij de burgemeester van Amsterdam blijft. Ja, dat klinkt heel naar, maar oh, ik ben nog niet klaar. Zij moet dit werk blijven doen. Maar ze moet dat een beetje anders gaan invullen. En dat kun je alleen maar doen voor jezelf. Je moet niet 's nachts aan het ronddolen zijn,
8 schriftjes als een bezetene aan het bijhouden zijn. Overal schriftjes hebben liggen. En je moet nooit, nooit, nooit iets doen zonder reserves. Dat moet je echt niet doen. Het is niet een marathon. Maar trouwens, een marathonloper die denkt ook heel goed na over zijn reserves. Het is geen sprint. Het is geen sprint. Het is niet dat je in 10 seconden van A naar B moet komen als een raket en daarna helemaal kapot en leeg moet zijn. Dat is het niet. Je moet reserves overhouden. Want ja, god, 's avonds tassen vol stukken mee naar huis. Ze heeft 2 kinderen. Ze heeft een hond. En ze heeft dat huis. Het vervelende aan zo'n slaapstoornis is dat het heel persoonlijk is. Een gebroken arm, dat is een gebroken arm. Behandeling is altijd hetzelfde. Je krijgt gips. En iemand zal zeggen, doe voorzichtig. En niet mee douchen. Ja, maar een slaapstoornis, dat is iets heel, heel, heel persoonlijks. Dat verschilt echt per persoon. Dus weet je wel, ik zie hier 271 miljoen resultaten. Nou, je mag er dan gerust van uitgaan dat er 271 miljoen verschillende slaapstoornissen zijn. En die worden allemaal samengebundeld onder een aantal rubrieken, zoals we hier bovenin zien. En in haar geval is het dan slaapstoornis door werkstress. En ik had gezegd van, nou, wat ik ga doen is, ik ga de burgemeester wat slaaptips geven. Manieren om goed en gezond te slapen. Want als ze dat niet gaan doen, ja, dan kan ze er nog zo goed uitzien en nog zo gezond zijn. Dan ga je er dan onderdoor. En dat zagen we eigenlijk ook. Want na de kerst, bij de nieuwjaarsreden, was ze ziek. Ze had keelontsteking. Ze kon amper praten. Waarom komt dat? Geen weerstand. Geen reserves. Geen weerstand. Geen reserves. Want je bent de hele nacht in de weer. Dus, burgemeester, dit is speciaal voor u. Let u goed op. Voordat u kunt beginnen met gezond te slapen, voordat u kunt beginnen met een gezonde nachtrust, zult u eerst uw slechte gewoonte moeten opgeven. Ja, denk even aan een simpel voorbeeld. Ik wil afvallen. Ja, ik zelf bijvoorbeeld. Ik wil, nou, voor de zomer wil ik 2 kilo afvallen. Ja. Dat betekent dat ik een aantal vettige dingen moet laten staan. En dat betekent dat ik meer water moet drinken. En dat betekent dat ik meer moet bewegen. Ja. Maar als ik zeg, ja, maar ik wil ook patat eten en broodje dunner en pizza. En dat kan niet. Je kunt niet je slechte gewoontes bewaren en mee doorgaan. En ondertussen een andere weg in willen slaan. Dat kan niet. Dus je moet toegeven van, dit kan zo niet. Dit kan zo niet. Dit kan echt zo niet. Als een gek 's nachts schriftjes, geen reserves, een tassen vol papier. Dat kan zo niet. Je hebt een probleem. U heeft een probleem. U heeft een slaapstoornis. Dat is fase 1. Toegeven dat je problemen hebt. Fase 2. Slechte gewoontes opgeven. Dus het eerste wat wij gaan doen is, we gaan die opschrijfboekjes, die gaan achter slot en grendel. Geef ze aan, doe ze in een bureaula op kantoor. En geef de sleutel aan een assistent. Geef echt die sleutel aan iemand dat u er niet bij kan. Ja, maar er staan allemaal persoonlijke dingen in. Oh, please, al die ambtenaren hebben geheimhoudingsplicht. Anders geef je het aan je partner. Laat je hem het ergens verstoppen. Daar was hij hartstikke goed in. Dat vuurwapen had hij ook zo goed verstopt. Weg met die boekjes. Als er niks op te schrijven valt, weet je, ja, dan ben je ook niet naar de keuken om allerlei rare schriftjes bij te houden. Dus dit is een hele makkelijke, slechte gewoonte die op te geven valt. Weg met die schriftjes. Sowieso, ik begrijp niet waarom dat op papier moet, mevrouw de burgemeester. Je kan toch een leuke app, voice recorder app, en dan spreek je dat gewoon in op je telefoon.
En dan staat het helemaal encrypted in je cloud, weet je wel. Die boekjes, ik zie hier nog meer problemen hoor. Die boekjes, wat als die kinderen dat in handen krijgen? Of een schoonmaker of iemand anders. Het kan allemaal problemen opleveren. Dat wordt hashtag ophef. Dus die boekjes die moeten weg. En dat je af en toe, weet je, note to self. Oh, ik moet dit niet vergeten. Dat doet iedereen, daar is niks mis mee. Maar doe dat dan lekker met een voice recorder. Dat scheelt tegelijkertijd bergen papier. Ja, dus die boekjes weg. Mijn naam is Femke Halsema. En ik heb een slaapstoornis. Klaar, dat is één. Twee, weg met die schriftjes. Drie, voice recorder. Slaapt u dan goed? Nee, natuurlijk niet. Het gebeurt niet in één keer. Maar als we daar nou eens rustig mee beginnen, weet je? Doorbreek de cyclus, weet je? Doorbreek het patroon. Break the pattern. Break the cycle. Ja, u moet maatregelen gaan treffen. Want als u dit blijft doen, mevrouw de burgemeester, hier gaat u aan onderdoor. En dan valt u straks in slaap tijdens zo'n raadsvergadering. En ja, ik zou dat niet erg vinden. Ik zou daar ook in slaap vallen. Of gillend gek worden en heel hard wegrennen en me opsluiten op het toilet. Maar dan krijgen we een sterke ophef. Of ja, u gaat kwakkelen. Oh, Femke Halsema heeft alweer de griep. Oh, Femke Halsema weer verkouden. Oh, Femke Halsema is weer schor. Weer een migraineaanval. Weer last van je maag, et cetera. Je gaat allemaal gekke kleine kwaadjes krijgen. Dat is vrij normaal voor mensen van onze leeftijd. Break the cycle. Ja, dus u heeft een slaapstoornis. Die schriftjes moeten weg. Daar komt een voice recorder voor in de plaats. En als dat weg is, dan kunnen we daarna gaan nadenken over wat nou de beste manier is om wel lekker in slaap te komen. En om wel voldoende nachtrust te krijgen. Ja, break the cycle. Dat is de eerste stap. Ik ben burgemeester Femke Halsema. Ik heb een slaapstoornis. Die slaapstoornis komt door mijn werk. Ik heb heel veel werkstress. Ik neem mijn werk heel serieus. Ik doe dat zonder reserves, wat heel onverstandig is op uw leeftijd. En ik ben s'nachts allemaal rare dingen aan het doen. Die boekjes, die gaan weg. Ja, die boekjes die gaan weg en we gaan naar een voice recorder. Ja, en ga nou niet uren tegen jezelf lopen praten op zo'n voice recorder, want dan denken mensen echt dat je gek bent. Tegen wie ben je aan het praten? Nee, ik was met mijn voice recorder bezig. Moet dat op het toilet? Dan kan je het ook in de badkamer doen. Dus weet je, gewoon kleine dingetjes, note to self, dat mag best. Het is een hele zware functie. Maar die schriftjes, die gaan weg. Het is een beetje alsof je tegen een moeilijk kind aan het praten bent. Maar ja, ik heb gemerkt dat dat werkt. Het komt ook een beetje door mezelf. Dit is hoe het bij mijn dochter werkt. Dan moet je het herhalen, herhalen, herhalen. Een beetje zo'n stem opzetten. Die bassen in je stem vindt ze dan mooi. En dan neemt ze je niet serieus. Dan luistert ze niet. Dat is wat ik denk dat moet er gebeuren. Nou, wat gaan we doen? Ik ga er proberen een soort drieluik van te maken. Dus dit is dan deel 1. Slaaptips voor burgemeester Halsema. Break the cycle. Break the pattern. Toegeven dat je een probleem hebt. Weg met die schriftjes. En naar een voice recorder. We komen er samen wel uit, mevrouw de burgemeester. En nee, ik hoef er niks voor te hebben. Ik doe het met heel veel plezier. Lieve mensen, dat was hem weer. Tot de volgende keer. Tot deel 2. Tot deel 2.